Radio Noord-Holland Verkeersinformatie met Antoine van Schie. Het verkeer door de Velsertunnel gaat nog steeds door één tunnelbuis. Het verkeer vanuit beide richtingen. En dat betekent nog steeds vertraging op de N200. Ik maak me ernstige zorgen over wat er gebeurt als de Velsertunnel in 2015 maanden dicht gaat. Al een uur in de file voor de Velsertunnel en nu nog stilstaan erin. Het was dus weer raak gisteravond. De Velsertunnel is de oudste en laagste tunnel van Nederland. En dat is te merken. Want met enige regelmaat rijdt een te hoge vrachtwagen zich vast tegen het tunnelplafond. Schade en verkeerschaos zijn dan het gevolg. Ik irriteer me verschrikkelijk aan die vrachtwagens die toch telkens maar weer in de fout gaan. Je weet toch op een gegeven moment wel hoe hoog je vrachtwagen is en je weet hoe hoog een tunnel is. Een detectiesysteem moet doorrijden voorkomen, maar vrachtwagens reageren soms te laat op de waarschuwingen. Als de hoogte van de vrachtwagen eerder op de A9 al gemeten wordt, kan dat veel narigheid voorkomen, denkt deze rijschoolhouder uit IJmuiden. Ik denk dat de detectieverandering moet komen. Ik denk dat er een splitsing gemaakt moet gaan worden, mits mogelijk natuurlijk, al op de A9 voor de afslag naar de A22 toe. Dan hebben namelijk vrachthouders een keuze tussen of de A9 pakken door de Wijkertunnel of de A22, de Velsertunnel. En gezien het hoogteverschil is het denk ik, als je daar gaat splitsen, al een heel groot stuk opgelost. Ja, want de Wijkertunnel is hoger. De Wijkertunnel is absoluut hoger. Dat is een van de nieuwste tunnels van Nederland. En die is echt gebouwd ook op die hoogte. Volgens Rijkswaterstaat is eerdere detectie geen oplossing. In 2015 wordt de tunnel ingrijpend gerenoveerd. De doorrijhoogte wordt dan groter. Verwacht wordt dat het probleem met de te hoge vrachtauto's tot die tijd blijft bestaan.